Zo vaak spreek ik mensen die zeggen, ik wilde graag weer even wat afvallen, ik wilde wat kilootjes kwijt, mijn vetmassa verminderen, dus ik ben weer gaan letten op de koolhydraten. Ik eet weer wat minder brood, ik eet weer wat minder pasta, ik eet weer wat minder aardappelen, dus nu moet het toch wel goed komen. Mijn naam is Mitchell Dikke, ik coach mannen naar een lichaam van minder vetmassa en meer spiermassa en vandaag gaan we het hebben over de zin en onzin van een koolhydraatarm dieet en wat mijn ongezouten mening hierover is. Allereerste vraag. Kan een koolhydraatarm dieet er voor jou voor zorgen dat je vetmassa gaat verminderen? Ja, absoluut. En waarom? Omdat elk dieet waarbij jij minder calorieën gaat binnenkrijgen dan je verbruikt, ervoor gaat zorgen dat je vetmassa gaat verliezen. Of het nou is door middel van koolhydraatarm, keto, intermittent fasting, Atkins, Cambridge, shake diëten, noem het maar op, het gaat allemaal werken. Het belangrijkste naar mijn mening is het leuk om te doen en is het op de lange termijn überhaupt vol te houden? Koolhydraatarm heeft één gigantisch groot voordeel en dat is, jij weet exact wat je niet moet eten. Je krijgt simpelweg een lijst met deze producten moet je niet meer binnenkrijgen, waaronder bijvoorbeeld brood, aardappelen, pasta. En omdat je dit simpelweg al gaat weglaten uit je dieet, doordat je dit gaat schrappen, ga je minder calorieën binnenkrijgen. Dus het is heel duidelijk en organisatorisch heel fijn om een koolhydraatarm dieet te volgen. Maar er zit ook een gigantisch nadeel aan het volgen van een koolhydraatarm dieet. Ik heb het zelf ook meerdere keren gevolgd en geprobeerd. Ik woog vroeger 115 kilo en een koolhydraatarm dieet is iets wat ik regelmatig geprobeerd heb. En als je dit wel eens hebt gedaan, dan weet jij net als ik dat je alleen maar meer trek gaat krijgen in hetgene wat je niet mag. Het is sowieso een beetje menselijke natuur om de dingen die je niet mag alleen maar meer te willen. En dan krijg je zogeheten cravings. Dan wil jij juist een sneetje brood simpel met gewoon een beetje kipfilet of jam. En op het moment dat je dit eet, heb je het gevoel, shit, dat was niet de bedoeling. Ik heb het verpest. En dan gooi je de handdoek in de ring. Dat vind ik een gigantisch nadeel van koolhydraatarm. Daarnaast een keertje uit eten gaan of een keer een pilsje drinken of een keertje een shotje nemen, wat jij ook lekker vindt, is heel moeilijk te doen tijdens een koolhydraatarm dieet. En ook dat heeft als gevolg dat je het idee hebt dat je het allemaal hebt verpest en dan gooi je de handdoek in de ring. Wat je naar mijn mening vele malen liever kan doen, is simpelweg tellen hoeveel calorieën jij op een dagelijkse basis binnenkrijgt en ervoor zorgen dat dit niet meer is dan je behoefte. Of je dit nou doet door het skippen van sommige koolhydraatrijke producten, of het nou vetrijke producten zijn die je meer gaat laten staan, alcohol die je meer gaat laten staan, dat maakt allemaal helemaal geen reet uit, zolang je maar minder calorieën binnenkrijgt. Ik vind persoonlijk dat tellen van calorieën de enige manier is om duurzaam te hanteren, dus om langer vol te houden en om het nog enigszins leuk te houden, om af en toe wat lekkers te kunnen eten en om niet die persoon te zijn die op een verjaardag staat alleen maar met een spaatje rood en alle bitterballen aan zich voorbij moet laten gaan. Want dat had ik vroeger dus wel. Ik woog 115 kilo, ik was altijd op een strikt dieet, ging eventjes goed. Maar op een gegeven moment, dan sloeg de klatten weer in, raakte ik gedemotiveerd en dan begon weer het yo-yo effect. Dus ga voor iets wat voor jou op de lange termijn vol te houden is en wat enigszins nog leuk is. Degene die ik coach, die eten vaak zulke vreemde dingen voor hun omgeving, dat de mensen om hun heen niet helemaal snappen hoe zij nou kunnen afvallen. Want wat ze doen is geen streng dieet. Ze zitten nog steeds af en toe een lekker ijsje te eten, een patatje te eten, een wijntje te drinken. Noem het maar op. En dat is iets wat jij ook wilt doen om ervoor te zorgen dat je je streefgewicht niet alleen bereikt, maar ook nog eens kan vasthouden. Als jij tips en tricks wil over hoe jij dat in jouw specifieke situatie voor elkaar kan krijgen, vetmassa verminderen, spiermassa opbouwen zonder streng dieet, stuur mij dan even een persoonlijk berichtje. Dan kan ik jou meteen 3 tips geven over hoe jij dit voor elkaar kunt krijgen. Voor nu, geniet van je dag en ik check je later.